era José Luis. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Ricardo van der Reut en ik ben hier alleen op de slaapkamer. En wat een start van deze morgen. Ik durf het eigenlijk niet te laten zien, maar ik doe het gewoon. Ik heb vanmorgen gestuurd met mijn liefdallige zoon. Het is vaderdag vandaag. En wat gebeurt? Ik knal met mijn hoofd, eigenlijk met mijn mond, vol op zijn knie. En het resultaat is dit. Ik ben nu net een keer aan de televisie. Hoe heet hij ook alweer? Geen idee. In ieder geval, ik mis gewoon een stuk van mijn voortand. En dat is niet zo'n mooi aanzicht, dan zeg ik het zelf. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen met de tandarts. Maar ik hoop wel dat ze het kunnen maken. Ik heb dat stukje tand ook bewaard. En er zit zelfs een stuk pindakaas aan, want we hadden net gegeten. En ja, nu lijkt ik een mooie fietser. Ik kan mezelf niet aanzien, maar... toch heeft het ook wel iets leuks. Mijn fucking vaderdagscadeautjes liggen hier. En zijn ze niet fantastisch? Ik heb een sleutelhanger met pap erop. Ik heb een sleutelhanger met mijn lieve zoontje Tristan. En een geweldige haartje met boem, pats, pang. Een kusje op je wang, een kusje op je andere wang. Ik hou van jou mijn leven lang. Schitterend. En speciaal voor mij. Oh, lieve papa, voor jou. €20 aan een bioscoopbon voor in het donker. Oh, ik kan echt bijna niet lachen als ik dit elke keer zie. Oh ja, ik vind het echt erg. Wat? Moedig, moedig, moedig. We zijn niet gedegradeerd, mensen. We mogen blijven spelen. Een dikke vinger naar de KNVB. Even een shout-out naar alle mensen die achter. Weet je op wie ik nu eigenlijk lijk? Op de kerel van Van der Greep. Zie je, als ik zo lach en die tand erbij, oh jongens, ik lach erom, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Ik hoop zo dat ik snel naar de tandarts kan. Ik ga maandag gelijk bellen en dan kunnen ze weer mooi maken, hoop ik. Geen idee of de überhaupt gemaakt kan worden, lijkt me wel toch. Kunnen ze gewoon plakken of zo. Echt waar, nou. Zo'n harde knie. Was een schat van het beest, maar aangezien hij toch zo veel sloopt, heb ik gekozen om hem te laten versteken. Dus bij deze paarkennis met Tyson. Versteken. Eetvoer gesloopt, laat onze bank. Dus ja, dat is niet zo veel, dus daarom hebben we besloten om opgesloten te worden. Dus gisteren waren we 15 deel. Dus we hebben deel. Simba heeft het toch gemist, hè? Dat is een kap. Simba wordt vader. Nog een kantje over hier, die is veel verwachting van poesjes. Het zou wel heel raar zijn als hij hier verwachting was van poesjes, maar nooit. Dus die thuis is er niet meer aan, maar hij
eigenlijk ook weer wel. Zullen we raar kijken dat in één keer een halve hond heeft? Het is inmiddels avond. Ik wil iedereen bij deze bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we elkaar morgen weer. Jongens, meisjes, mazzel.